Dan hebben we nog een extra regeling van werkzaamheden. En daarvoor nodig ik de heer Wassenberg van de Partij voor de Dieren uit voor zijn verzoek. Dank, voorzitter. U zag mij al popelen, trappelen om hier naartoe te rennen. Ik doe dit, voorzitter, namens de collega Vestering. Iets meer stilte, wacht, excuus. Er is een extra regeling van werkzaamheden. Mag ik iets meer stilte? Ja, gaat uw gang. Afgelopen dinsdag lazen we dat de minister van Landbouw tijdens een landbouwraad in Brussel heeft gesteld dat Nederland bindende doelen voor de stikstofreductie en natuurherstel heeft voor 2035. Maar dat is dus niet 2030 en dat is in het coalitieakkoord afgesproken. En dat is niet de eerste keer dat kabinetsleden zagen aan de poot van het coalitieakkoord. Dezelfde minister deed dat al eerder en de minister die hier in vak K zit heeft dat ook al een keer gedaan. Er is echt sprake van een patroon. Ik wil er graag een spoedig debat over met de minister van Landbouw en zijn collega van Natuur en Stikstof. Voor Natuur en Stikstof. En vandaag nog wil ik een brief van de minister over zijn uitspraken van maandag. Dank u wel. Kijken of daar steun is voor een spoedig debat. Mevrouw Bromet van GroenLinks. Ja, voorzitter, steun voor de brief. Als het gaat over het debat, dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar hoe dat zit met al die uitgelekte plannen waarvan we morgen de brieven krijgen. Daar wil ik ook zo graag zo spoedig mogelijk een debat over. Maar, en ik heb getwijfeld of ik het zou aanvragen, omdat wij natuurlijk de week na volgende week het begrotingsdebat landbouw hebben, waar de spreektijd ook uitgebreid is. Dus ik zou zeggen, geen steun van een debat specifiek alleen over het noemen van een jaartal. Wel heel graag een brief en we kunnen het betrekken bij het begrotingsdebat dat over heel veel meer zal gaan waar we het nodig over moeten hebben hier. Dank u wel. Nee, we gaan eerst even alle leden horen. De heer Tjeerd de Groot, D66. Ja, voorzitter. Ik sluit me daarbij aan. Dus graag bij de begroting wel een brief. En dan graag ook, als de minister toch brieven aan het schrijven gaat, over de reactie op de uitzending van Zembla over de kroondomeinen. Dank u wel. Mevrouw Beckerman, SP. Voorzitter, mijn partij steunt het verzoek om een apart stikstofdebat los van de begroting te doen, hoewel we daar een andere aanleiding voor hebben. En ik wil toch ook aansluiten bij de woorden van mevrouw Bromet. Ik erg me echt mateloos over al het lekken. Afgelopen maandag hadden we een groot debat over water. Toen bleek er een cruciaal stuk niet te zijn. Dat krijgen we pas vrijdag, is nu al gelekt in de media. Hetzelfde geldt voor stikstof. Wij zitten allemaal af te wachten. Er verschijnt van alles in de media, terwijl wij als Kamerleden niks weten. Voorzitter, dat is een grote ergernis. Ik weet dat we die ook allemaal delen, maar ik wil hem hier nogmaals halen. Dat kan echt niet. Wij kunnen zo onze taak niet goed uitoefenen. En ook mede daarom steun voor een apart debat over dit hele belangrijke onderwerp, dan kunnen we het goed behandelen. Ja. Mevrouw van der Plas, BBB. Steun voor de brief, geen steun voor een extra debat. Dat kan volgens mij wel bij de LNV-begroting betrokken worden. Maar ik sluit me ook van harte aan bij mevrouw mevrouw Beckerman. Ik heb gezien dat de Kamervoorzitter zojuist een brief heeft uitgedaan naar de minister-president over dat lekken. Ik heb het gisteren hier in het debat ook aan de orde gesteld. Dit moet echt stoppen. En ik vind het heel goed dat we daar een apart debat ook over hebben. Het is misschien een regeling binnen een regeling, maar ik vind het een heel goed voorstel. Ook het voorbeeld wat mevrouw Beckerman betreft over dat water. Daar hebben we gewoon maandag een wetgevingsoverleg en daar krijgen we niks. En in de krant staat er van alles. Dat kan echt, echt niet. Ja, dank u wel. De heer Van Kampen, VVD. Ja, voorzitter, als volksvertegenwoordiger komen zeker bij dit soort ingrijpende plannen mensen bij je en vragen, wat is het nou? Dus de frustratie die collega's hier uiten over gelekte plannen en voorstellen met heel grote impact op het platteland, die deel ik in het geheel. Zo kan dat niet, zo werken we niet samen met het kabinet. Dus goed dat u daar als voorzitter wat van zegt. Dan even naar het voorstel wat hier ligt. Het gaat over een uitspraak van de minister van Landbouw bij de Landbouwraad. Ik steun een brief daarover, maar volgens mij hebben we straks 2 dagen begrotingsdebat LNV en kunnen we hem hierover goed aan de tand voelen. Dus geen steun voor een debat. Dank u wel. De heer Gimbis, ChristenUnie. Ja, voorzitter. Steun voor u als voorzitter om hier een punt van te maken. Ik baal gewoon verschrikkelijk van al die gelekte stukken in de krant. Terwijl we als Kamer morgen, als het goed is, ordentelijk allerlei stukken toegestuurd gaan krijgen. Er is aanleiding om het verzoek om een brief in ieder geval te steunen. Want het mag wel eens opgehelderd worden hoe het nou allemaal zit met de jaartallen en de doelen. Hè, 2027, 2035. Er komt morgen nog een jaartal bij, heeft de minister al aangekondigd, voor 2040, landbouwbrief. Dus laat dat maar eens goed uitgelegd worden. Maar dat kunnen we vervolgens goed bespreken in het al geplande begrotingsdebat. Dank u wel, de heer Omtzigt. Voorzitter, steun voor de brief en ook steun voor uw brief om dit aan de orde te stellen bij het kabinet. En ik denk dat het eigenlijk tijd wordt dat u een keer een gesprek heeft met de minister-president. Dit is nu zo vaak en vooral op dit dossier zodanig gevoelig, want het gaat om de toekomst van
heel veel bedrijven en heel veel families die al meerdere keren in onzekerheid met kaartjes en nog een keer en dan komt er nog een keer dit overheen. Dat kan dus echt niet om daar zo mee om te gaan. Ik snap de 2035 wel, want dat is gewoon de Nederlandse wetstekst op dit moment en die moet hij voorlezen. Maar daar wil ik een debat over houden, maar ik mis nog iets anders, voorzitter. We krijgen een heleboel informatie die ze eerst in het kabinet moeten bespreken. Maar vorige week heb ik gevraagd welke ministeries, agentschappen en alle hebben allemaal stikstof uitgekocht de afgelopen maanden. En dat overzicht, dat zouden we voor dinsdag krijgen, dat hebben we nog niet. En dat overzicht wil ik graag voor vanavond hebben, want ik heb het gevoel dat ze dat stiekem aan het doen zijn. Ja. En verder wil ik ook graag opheldering over de plannen, maar ja, dat zal wel weer morgen worden. Dank u wel. De heer Boswijk, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst, excuus dat ik geen pak aan heb, maar ik had er niet op gerekend. Terecht. Voorzitter, allereerst steun voor uw brief, want het is al meerdere keren gezegd, het is een emotioneel dossier en dan is het van belang dat we op een nauwkeurige manier werken en dat er elke keer gelekt wordt is gewoon niet uit te leggen. Ook steun voor een brief naar aanleiding van de uitspraken van de minister in Brussel. En dan zou ik heel graag ook in die brief willen zien een reflectie op de uitspraak van het Europees Hof die is gedaan op de passystematiek. Maar geen steun voor een extra debat, want we hebben binnenkort een begrotingsdebat en dat is denk ik de snelste manier om hierover te debatteren. Dank u wel. De heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter, wat de SGP betreft geen steun voor een apart debat, maar willen we het ook betrekken bij de begroting landbouw. Goed dat daar een brief over komt. Steun ook voor uw actie, voorzitter, om een punt te maken van dat lekken, wat inderdaad, zoals collega's ook aangeven, ook heel veel burgers en bedrijven alleen maar verder ook beroert. En tot slot moet ik me ook nog even van het hart dat ik de indruk heb dat we weer iets makkelijker een regeling van werkzaamheden op andere dagen dan de dinsdag hebben. Terwijl de inzet was om dat zo beperkt mogelijk te houden. Dus ik doe een beroep ook op de collega's om te zeggen, brief aanvragen kan ook prima via de commissie. Om hier vooral op te komen als het echt geen uitstel kan leiden en we er nu onmiddellijk over moeten beslissen. Dank u zeer. De heer Eppink. Ik sluit me aan bij de woorden van de SGP, de fractieleider van de SGP, mede namens de heer Van Haga. De heer Kuzu van Denk. Ja, voorzitter. Steun voor uw actie in de richting van het kabinet. Die brief is belangrijk omdat het tegenwoordig ook wel lijkt. Het is niet de eerste keer dat het kabinet niet verantwoording aflegt aan het parlement, maar aan de buitenwereld via de media. En dat is natuurlijk niet de werkwijze die we met elkaar hebben afgesproken. En wat mij betreft mag u daar ook veel verder in gaan. Dat u direct het gesprek aangaat met de minister-president en ook aan ons om daar een debat over te voeren met de minister-president, want dit moet stoppen. Waar het gaat om het verzoek van de heer Wassenberg, steun voor de brief, dat is een informatieverzoek. Maar volgens mij kan dat ook betrokken worden bij de begrotingsbehandeling LNV. Dank u. Dank. De heer Dassen van Volt. Steun voor de brief natuurlijk. Ook heel veel steun voor het gesprek van u, van de voorzitter, met de minister-president over het onnodig vaak lekken van informatie. En inderdaad, het debat kan volgende week gevoerd worden bij de begroting LNV. Mede namens mevrouw Simons. Dank u wel. De heer Thijssen, PvdA. Steun voor de brief, steun voor de brief, geen steun voor het debat. Dank u wel. Er is geen meerderheid voor uw verzoek. Er is wel een informatieverzoek, ook vanuit u en vanuit een aantal collega's. Dat zal ik doorgeleiden, inclusief de ergernis over dat de stukken eerder in de media kwamen dan dat de Kamer erover werd geïnformeerd. Uitzeker. Als ik nog één ding, laatste ding mag zeggen. Er is dus inderdaad geen steun. Er wordt gezegd, doe dat bij het begrotingsdebat. Daar zal ik ook bij zijn, daar zult u me ook zien. Maar ik heb het apart willen agenderen, omdat het zo vaak gebeurt dat kabinetsleden alle kanten opschieten met hun uitspraken. Behalve de goede, dat u als Kamer ook had kunnen zeggen, weet je wat, we nodigen de minister-president erbij uit. Maar goed, dat is een gemiste kans. Dank u wel, meneer Wassenberg. Dan schors ik het vrijdag voor een enkel moment en dan gaan we weer verder met een andere behandeling van de begroting. OCW, volgens mij. Kijken. Even kijken. Welke behandeling waar zijn we? Ja, van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ik schors vergadering van enkel moment. Oh, met Busa eerst. Ja. Ja. Ik schors vergadering van enkel moment en dan gaan we verder met de begroting buitenlandse zaken. Want daar zit de minister.